Het is een beetje nijpen tegen het zonnetje vandaag. Het zonnetje wat hier straalt boven Sint-Willebrod. En de Onze Lieve Vrouwenkerk aan die zijde heeft net het mooie sein van 12:30 gegeven. En dat betekent dat we op dit moment een half uur op dit moment onderweg zijn voor de 36e editie van de Dorpenomloop in Rukven. Met start en finish in Sint-Willebrod. En dat betekent dat om 12 uur dus geneutraliseerd vertrokken zijn 25 ploegen van 8 renners die de Dorpstraat zijn gepasseerd en die op gang gingen voor 192 kilometer wedstrijd in deze UCI 1.2 klassieker. De 36e editie van de Rabobank Dorpenomloop Rukven, waar vorig jaar Barry Marcus de geweldige winnaar was. We gaan zien wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Want we hebben de hele dag live verbinding met de mensen van camerateam.nl die onderweg zijn. En ik weet dat achter mijn rug op dit moment live beelden worden verzameld van de renners onderweg. Twee ontsnapte mannen, waarvan zometeen meer informatie. En de renners zijn op dit moment bij de Hoekvense Drijf. Dat betekent dat ze van daaruit richting Achtmaal gaan koersen. En vanuit Achtmaal via de Moeren weer richting Rukven koers zullen zetten. En voor degenen die hier bekend zijn, dat betekent dat daar de passage zal plaatsvinden van de Pauwestraat. Een geweldig mooi smal stukje waar de eerste breuken vandaag zullen worden verwacht. Daarna weer koers zetten via de Pannenhoef, linksaf richting Etteleur. En vanaf Etteleur via de Bredaanse baan naar Sprundel, weer richting Sint-Willebrod. Dat is een beetje de layout van de eerste ronde die we vandaag rijden. Die doen we drie keer achter elkaar vandaag. En de vierde ronde zal een verkorte editie zijn, waarbij we in de finale hier in de Dorpstraat een geweldige mooie strijd zullen gaan zien van die 192 renners. We hebben twee man vooruit, collega Kees Maas. En ik zal u vandaag proberen op de hoogte te blijven houden van alle ontwikkelingen in de koers. En tussendoor natuurlijk een legio aan informatie over wat hier in de regio allemaal nog meer gaat gebeuren. We houden u compleet op de hoogte van deze mooie editie van de Dorpenomloop in Rukven. Ik zie dat onze cameraman al een beetje staat te trillen in deze moeilijke positie. Het zonnetje schijnt, de mensen stralen, factor 16 is gesmeerd bij de renners op de billen. En dan gaan we u helemaal meenemen in het geweld van vandaag. Tot zometeen. Klokje loopt, kunnen we zometeen de laatste verschillen weer de bekende Kai in Sint-Willebrod om koers te zetten naar de vijfsprong. Met Mark Goos van Rabobank, met Pavel Kochetkov van Itera Katusha. Groep ziet over de schouder inderdaad het peloton dichter en dichterbij komen. Wil beelden schieten van wat er in de kop van de wedstrijd allemaal gebeurt. Motor 1 dus onderweg naar voren. En wij hebben even beelden van motor 2 achter in het peloton. De Rabobank die is helemaal niet onderhevig aan recessie. Zeg, wij gaan gewoon, al moet de broekschiem een beetje aan, gewoon door me waar we mee bezig zijn. Ja, natuurlijk hebben we ook wij last van de recessie, want dat heeft iedereen uiteraard. Maar ik vind voor sociaal-maatschappelijke initiatieven zoals deze, waar een groot publiek aan meedoet, in een dorp als Willebrod, waar het wielrennen volgens mij ooit eens een keer uitgevonden is, ja, daar moeten wij zeker altijd een centje voor apart zetten. Van Mikael Valgren Arnsen van Gloed en Marstaand. Dat doen we zeker, Johan. En we zijn er ook trots op en we zijn ook bijzonder blij en dankbaar dat we ook deze dag weer met elkaar zo mogen organiseren. Ja, en wat kan het mooier dan in dit weer, hè? Het is een prachtige race en het gaat heel erg goed. Ja, we zijn natuurlijk niet voor niks de wielergemeente van Nederland en het wielerdorp van is Sint-Willebrod natuurlijk van Nederland. Dus dat is iets dat moet je uitdragen en dan kies je natuurlijk voor een evenement en dat is deze Dorpenomloop en dat is het evenement voor ons van het jaar. Met erin ook gezien het nummer 32 Pavel Kochetkov en het noorden van Europa Mikael Valgren Andersen van Gloed en Marstaand. Die drie. De weermend op dus 2 minuten en 15 seconden achter de drie koplopers aangaat. En die drie die werken goed samen. Linksaf de Pauwestraat op. Er is een smal stukje. Daar hebben hun gelast van.
De drie koplopers rijden op dit moment dus weer richting Zundert. Jan, wat maakt wielrennen nou zo bijzonder voor Rukven in het algemeen, maar Sint-Willebrocht in het bijzonder? Nou, ik denk dat dat heel simpel uit te leggen is. Wielrennen is eigenlijk geboren in Sint-Willebrocht. De tijden van de crisisjaren vorige eeuw met Fent van de Bok, die eigenlijk de godvader van het wielrennen genoemd mag worden. En vervolgens natuurlijk wat er allemaal ontstaan is in het Willebrochtse met de Wachtmansen, Rini en Woutje, Wim van Est, maar ook Jacques Hanegraaf, de vier gele truidragers die we hier in ons dorp hebben gehad. Ja, die hebben voor een enorme exposure gezorgd als het gaat om Willebrocht, als het gaat om het wielrennen. En ja, waarom is dan wielrennen voor Rukven zo belangrijk? Daar onderscheiden wij ons mee. Rukven en wielrennen is aan elkaar verbonden. Willebrocht hebben we niet voor niks omgedoopt tot het wielerdorp van Nederland. En dat denk ik dat dat alles zegt. Wij hebben altijd graag gefietst en wij moeten plezier hebben aan het fietsen. En wij komen graag onder de mensen, surtout hier op de Eiken Rukven. De wielersport zit daar in de genen, dat blijkt wel uit het verleden en ook hier. En Frits die is altijd een kameraad van mij geweest, een beetje hetzelfde type renner als ik. En wij gaan dan heel graag op die uitnodiging in. En daarom, ik heb er echt van genoten. Het is een beetje een warm nestje waar je altijd in terecht komt. Ja, tuurlijk. Het is al Rukven, dat is wielersport. Eigenlijk heet die gemeente wielersport. Ja, het is natuurlijk, er zijn altijd heel veel wedstrijden hier geweest natuurlijk, maar een klassieker in deze regio, ja, dat is gewoon mooi. En ze hebben die toch naar een heel hoog niveau gebracht. Ja, en dat vind ik toch heel, heel bewonderenswaardig, ja. En nu... We hebben nog één grote lus te gaan en dan de finale lus. En het is een beetje dringen. Het is een beetje onstabieler. 2 minuten en 55 seconden. Aan Alexander Pluiskin van Leopard Trek. Snelheid op dit moment. Die etenzakjes worden aangepakt. Kopgroep draait rechts. Koplopers in ieder geval zometeen weer bij de kladden gaan pakken. Drie mannen daarvoor het leven zuur te bereiden. De drie koplopers draaien linksaf de Zoekse dijk op met die mooie bijkomst. De kopgroep draait rechtsaf. Een man van Rabobank zich probeert los te weken van de rest. Geparkeerd stond met het uitdraaien van de Zoek op de hoekvenster. Drie koplopers. Daarachter een aanval van een aantal dakkapellen. Die probeert de aansluiting te maken vanuit het peloton bij die... Van een internationale wedstrijd in warme orde zit bij die kop, die achtervolgende groep. Peter Woestenberg goed in beeld. Hardwerkende Woestenberg, goed werk aan het doen. Hier komt hij zachtjes aan naar voren. Maar doen om zometeen weer het juiste shot te hebben. En dat... Ja, natuurlijk. Het is voor ons gewoon heel erg mooi om een stukje breedtesport te investeren. We hebben een topteam, vakantieleid DCM, maar we zorgen ook een stukje voor de breedsport. Want we moeten natuurlijk wel van de jonge talent hebben. En daarom hebben wij gekozen om WVV te blijven ondersteunen. Is volgend jaar Jerry en Corrie Maas heel erg aan het lobbyen om van een 1.2 naar een nog hogere schaal te gaan op de UCI-kalender. Als dat het geval is, kunnen we misschien wel een extra ploeg toevoegen aan deze wedstrijd? Nou, ik kan wel toezeggen als hier een 1.1 wordt gehouden dat ik mijn uiterste best zal doen om wat dan ook toch hier zo... aan de start te komen. Het is een hele drukke periode nu, want we hebben gisteren 3-dubbel gereden. Maar als we kunnen verschijnen in de Ronde van Drenthe, dan kunnen we zeker hier verschijnen. Maar nu ben je er gelukkig live bij. Ik ben er gelukkig live bij, want het is toch een heel mooi evenement en dan wil je zelf even komen kijken. Ja, zien we inderdaad in de verte dat peloton steeds... ...op de... Even kijken, even goed zien. De weg... Snapte Alexander Pliouskin zit daar nog een voor die materiaalwagen te keren als een valpartij. Dat betekent dat de zaak compleet in tweeën breekt. Dat betekent dat we nu hier Sint-Willebrocht in draaien. Dit is het mooie beeld van de bijna bij elkaar zit. 21 kilometer hebben we nog te gaan in deze 36e editie van de Dorpenloop in Rukven. Alles zit bij elkaar, dus we blijven inderdaad hier dat allemaal gaan laten passeren. Dus, onder je fiets door denderen, waar het peloton op het...
Een hele rechte lijn. Hele rechte lijn hoe die mannen gaan komen. Wat een geweldige sprint gebeuren wat hier allemaal gaat lopen. Een geweldige slotgalop die gaat komen. Oh, Leopard Trek die daar goed zit. Rabobank die daar goed zit. Iedereen zit daar van voren. Wie komt eraan? Wie komt eraan? Zo. Mr. Giorgio Brambilla, a few questions for the final. It was a hard race, 192 k's with good conditions, good weather conditions. But the bunch came together in the last 20 k. That was very good for you. Yeah, the team make a really good job. Also because I have a puncture and it lost 30 k's, and my teammate give me a wheel for continuing. They helped me to stay in the front, and they got a really good job, and I'm in good shape in this moment, and I finalized well his job. We arrived after two difficult days in Drenthe, then we was really unlucky in this race, but today always going right way, and we win. Congratulations to you. Thank you. Okay, now we are here beginning with the award ceremony of the 36th Rabobank Velodrome. And then on the right side here, on the 12th place, Groot Emmerstrand, Patrick Klaassen. And then the middle, 23 years young, the first victory of his life, the rider from the Leopard Trek, Giorgio Brambilla. Dan krijg ik de rommelings. En die gaan bloemen geven. Flowers. Angelo, bedankt voor je bloemen. Ja, bedankt voor je bloemen, juist. En hier is de Patrick Klaassen. Ook een mooie bloemen, ja, dat kan allemaal gebeuren. En de mooie bloemen van Paris zijn voor Giorgio Brambilla. En vaak als de volgende is hier gaan staan, dan krijg ik de Rubensen namens het gemeentebestuur. Meneer Zuckerberg, alsjeblieft. Ik ben bij congratulations, Jan en Jan. Angelo. Goed job, en de Rubensen van de Rabobank, Maria. Congratulations. En kussen erbij, Maria. Namens de Rabobank, ja. Angelo, ook een week bij iedereen. Ja. Als je daar nog bij gaat staan, Corrie Maas, dat is de gemeentes namens de organisatie aanbieden aan de beste drie organizer. En dan, Corrie, als je daar nog naast gaat staan, krijgen we een over.